Nee, 15. Wilt u met ons meekomen? Ja. Nog een geluk dat u er op tijd bij was. Ja. Ze komt niet meer van me af. Ik zal het moeten hechten. Dokter, denkt u dat die klap nog invloed heeft gehad op de baby? Hij stelt zich aan. Hm? Daar kijken we straks wel even naar. We moeten zuinig op je zijn. Roberto, alsjeblieft. Hè? Auw! Oh, kleren. Ja, het is een hele speciale vrouw, dokter. Jouw conditie moet ook niet meer in vuur- en vechtlinies gaan staan. Heb ik gelijk of niet, dokter? Daar ga ik niet over, hoor. Ga niet de baas over me spelen, ja. Dokter, het is toch gewoon zo? Sorry, hoor, maar ik doe je alleen de werk. Bureaudienst zou het beste zijn, denk ik. Helemaal niet. Ik draai gewoon volwaardig mee. Mevrouw, stilzitten alstublieft, hè. Anders schiet ik uit. Ik hou mijn mond al. Ja, 3 seconden, ja. Hoort u dat nou? Sorry, hoor. Zo kan ik mijn werk niet doen, hè. Wat en waar ze moesten zoeken. Wat moet het OM daarmee? Dat lijkt me nogal duidelijk. Vragen jullie nooit eens af hoe het komt dat er het laatste jaar meer transporten zijn verlinkt? Waarschijnlijk jaloezie in eigen kring. Dat zou ik te weten komen. U moet het toch in uw eigen milieu zoeken, meneer Vechting, niet bij ons. Jullie weten zelf niet eens waar de tips vandaan komen. Als dat een vraag was, zou ik daar geen antwoord op geven. Omdat jullie het niet weten. Het gebeurt anoniem. Waarom is dat zo interessant voor u? Omdat ik bedacht heb dat wanneer ik ga, ik anderen meetrek. De vernieling in. Hoezo? Om te kijken wie we dan nog overhouden. Heel eenvoudig. En ik ken er nogal wat. Kunt u dat staven? Er is een advocaat die meer dan 3 petten draagt. Die zou ik maar eens wat beter in de gaten gaan houden. Wie had u op het oog? Laat ik zeggen dat we hem al bij goed kennen. Rebecca, is het niet veel verstandiger om het een beetje kalmer aan te doen? Nee, absoluut niet. Ik blijf gewoon doorwerken. Ik vraag het omdat... Wat? Omdat het te zien is dat je zwanger bent. Ja, dat klopt. Je had het toch gewoon kunnen zeggen. We zijn je collega's. Ja. Wat zeiden ze in het ziekenhuis? Dat het allemaal onder controle is. Zullen we het nu weer over het anders hebben? Ik wil je in elk geval van harte feliciteren. Dank je wel. Ja, zeg het maar. Wat? Ik ben zwanger. Ja. Ja. En dat was helemaal niet te zien, hoor. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd, Rebecca. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hey. Wie is de vader? Goed. Zullen we aan het werk gaan? Huh? Ooit een vrouw gezien die er zo cool mee om kan gaan. Ik voelde me bedreigd. Wat mij betreft had je een verdwaalde kogel gekregen. Waarom zou je voor alles opdraaien? Nou, wie gaf jou die opdracht? Ik weet het niet. Nee, natuurlijk niet. Het verdiende goed. Dus wat kon jou het schelen? Je hoeft niet zo te schreeuwen. Namen. Een aanslag op een politieagent. Obstructie van het gerechtelijk onderzoek. Ontvoering van een Fin. Medeplichtigheid aan een paar moorden. Het helpen ontsnappen van Garon. Nou, dat is een hele waslijst. Ik denk toch al gauw goed voor zo'n 30, 35 jaar zeker. Als je vrijkomt, ben je een oude vrouw. Je valt in de zwaarste categorie. En voor wie in godsnaam? Namen! Terwijl die vriend van jou al dat geld opmaakt, zit jij hier in je eentje. Die heeft al lang weer een andere vriendin. Die weet na 30 jaar niet eens meer dat je bestaat. Ik zeg niks meer. Oh, dat is heel verstandig. Juffrouw Verhagen wil graag een poosje opgeborgen worden. Govers. Ja? Waar? Ja, half uur ben ik er. Kinky. Kinky. Nee. Ik kom op terug. Ja, dank u wel. Dag. Van Dalen heeft net geld opgenomen in Antwerpen. Het hoofdkantoor van American Express. En ze houden me op de hoogte zodra hij zijn creditcard gebruikt. Perfect. Ja. Die klootzak loopt al vrij rond in België. Weet jij waar die foto's zijn? Hier. Het hele familiealbum. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik heb precies gedaan wat je hebt gezegd. Daar moet het kraakprogrammaatje eventjes op. Dat kan wel even duren. Nog een plusje voor je. Ja, als ik er tijd voor heb vandaag. Van wie kreeg je die opdrachten? Weet je wat we doen? We laten je lopen. Dan rekenen zij wel met je af. We laten je gaan. En we dumpen in het circuit dat je alles hebt verteld om je eigen hachje te redden. En weet je wat dat betekent? Dat ze je zullen liquideren. Je tekent voor je eigen dood. Oké. Wat willen jullie weten? Wat is er met die Fin gebeurd? We moesten hem ophalen en ergens naartoe brengen. Waar? Een of ander terrein met een caravan. En daar is hij weer opgehaald en weggebracht. Naartoe gebracht? Waar naartoe? Daar ben ik niet bij geweest. Dan schrijf je het maar voor me op. Daar kreeg je wat geld voor? 25 mil per keer. Ook voor die ontsnapping van Garon? Ik was zogenaamd in Marbella, maar logeerde bij mijn zuster. Wie kregen jullie dat geld? Ik ken hem niet. Was het steeds dezelfde man? Is dat alles? Een telefoonnummer. Dan stel ik voor dat je hem opbelt. Zeg maar dat we je hebben laten gaan omdat we je niks kunnen maken en dat je hem wilt spreken. Morgenochtend om 10 uur. Ergens in de buurt van Schiphol. Jezelf een hele grote dienst bewijzen. Wat levert het op? Wat denk je? Ja? Met Helene Verhagen. Ik ben weer vrij. Ze hebben me niks kunnen maken. Oh, gefeliciteerd. Wanneer kunnen we elkaar ergens treffen? Ik zou niet weten waarom. Ik weet waar ze naartoe willen, waar ze op uit zijn. Nou, zeg het dan maar. Nee, niet over de telefoon. Morgenochtend om 10 uur. Ik bel nog wel waar. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik zou toch maar komen. Hé. Hey. Ik zie je zo. Hoe is het, Harry? Gaat het een beetje? Jawel. Of eigenlijk nee. Ja, dat is het werk, hè? De hele dag stress. Ik wil even met je praten, Ruud. Nu? Ja. Nee, buiten. Ik zit met een probleem. Ik bedoel wij. Voor de dag ermee. Volgens mij flikt Shanti mij een kunstje. Ik heb in haar agenda gezien dat ze een afspraak had met Vitti. Wat? Met Vitti? Ja, ik weet niet precies wat het betekent, maar... Ja, ik wel. Wat heb je verteld? Dat we bezig zijn. Ja, bezig waarmee? Met het onderzoek naar... Heb je feiten genoemd? Namen? Dat weet ik niet meer precies. Wat kan ze weten? Iets over Zwager, Lottie Wenner en dat we achter Van Dalen aan zitten. Maar wat vermoedt ze? Ja, misschien ook dat we Vitti verdenken. Ben je toch ook een ongelofelijke runt, hè? Hoe heb je zo naïef kunnen zijn? Nooit over nagedacht dat ze je kan belazeren? Nou, ik weet het. Ik ben een ontzettende kloothommel. Straks is het hele onderzoek naar de kloten. Ik kan het niet meer terugdraaien. Hoe kunnen we in godsnaam de schade beperken? Kijk, ik weet niet wat ze Vitti heeft verteld. Misschien valt het allemaal wel mee. Nou, dat is ook voorlopig maar niet op rekenen. Ik ben stom geweest, het spijt me. Weet zij dat jij het weet? Nee. Goed. Maak een afspraak met haar. Laat je afhalen, vanavond, hier, na het werk. Ik vind het ontzettend shit. Ik ken die even niet. Ik wilde je nog iets vertellen. Dat begrijp ik, maar vond dat niet via de telefoon? Nou, dat vond ik ongemakkelijk. Ik wilde je zien. Ik heb nog eens goed nagedacht en een paar dingen opgeschreven. Marjan heeft het er een keer over gehad dat ze met die Van Dalen naar een feest is geweest bij Ene Koops. In een ongelooflijk chic huis met een waanzinnige tuin eromheen. En ze was helemaal gebiologeerd door die wereld van glitter en glamour. Dag, wat wilt u drinken? Cappuccino. Cappuccino. Luister. Marjan was er nogal opgewonden over. Ze tippelde enorm op dat grote geld en al die rijke en interessante lui. Dat is ook best interessant. Ik dacht, misschien is het van belang in verband met jullie onderzoek. Wat? Heb je wel eens van die Koops gehoord? Hij schijnt nogal machtig te zijn en overal zijn contacten te hebben. Ja. We hebben wel eens van hem gehoord, ja. Is het belangrijk? Het is belangrijk, ja. Sorry. Ik moet weer op tijd op Schiphol zijn. Laat gerust eens wat van je horen. Ja. Ik meen het. Volgens een informante van Ben is Marian Venhuis, die pizzacourier, samen met Van Dalen heel gezellig op een feestje geweest bij, wie denk je? Zwager? Ruisdaal. Koops. Koops? Ja, dat zegt nog niks, maar het zou verdomd interessant kunnen zijn. Interessant genoeg om hem te schaduwen en zijn telefoons af te tappen. Dat doen we niet, want we hebben niks. Zwager was een hele belangrijke connectie van hem. We kunnen toch schaduwen zonder dat we... We doen het niet, Ruward. Dan ga ik zelf wel met hem praten. Succes daarmee. Heb je 3 minuten? Natuurlijk niet. Ik hoorde net van Ruward dat Van Dalen op een feest is geweest bij Koops... met een dame die niet meer onder de levenden verkeert. Marjan Venhuis, de pizzacourierster. Van Dalen bij Koops. Wonderlijk. Dat zei ik ook. Dezelfde Van Dalen die waarschijnlijk Zuidhaven heeft opgeblazen. En Judy heeft vermoord. Wat wil je? Met Koops praten. Over Van Dalen? En over zijn contacten met Zwager. En over al zijn sociale en politieke connecties. Die man die zit overal in. Ja. Ik heb net nog Ruward van een eigen gereide actie kunnen weerhouden. Laat me erover nadenken. Ach, kom nou. Informeel gesprekje. Dat kan toch geen kwaad? Als officier? Nee, als mezelf. Ik laat het je weten. En ik wil niet dat je zoals gewoonlijk weer dwars gaat liggen. Heb je de laatste tijd nog klachten? Mooi. Jo, met mij. Mevrouw Rieding kwam net met het idee om eens te gaan praten met Koops. Wat heb je gezegd? Dat ik daarover wil nadenken. Waarvoor bel je me dan? Het lijkt me goed om dat met jou te overleggen. Er moeten geen verbanden worden gelegd waar ze niet zijn. En informeel? Hoezo informeel? Praten met Koops roept alleen maar vragen op. Je kent zijn invloed. Wat een gezeur, waarom houdt ze zich niet met iets zinnigs bezig? Ik kan moeilijk nee zeggen, hè? Dan moet ik dat gaan motiveren. Kijk maar. Vertrouw op je, Winfried. Ik bel je nog. Prima. Is meneer Hendriksen er niet? Is er vanmiddag pas weer? Aha. Nou ja, er is dus iets mis met het alarmsysteem. Ik krijg een heel zwak signaal door, dus ik denk een storing of zo. Ik heb er geen verstand van. Nou, ik roep u wel als ik klaar ben. Je kunt je gang gaan. Maar jij bent snel. Wat zei Aart? Ik neem hier zelf de beslissingen. En de verantwoordelijkheid? Schuif ik later op jou af. Zoals gewoonlijk. Misschien moesten wij weer eens... Gezellig een avondje uit eten. Als jij zo in de stemming komt van die gezondheidstee... dan wil ik straks ook wel een kopje. Nou. Harry is er nog niet, maar loop anders vast even mee. Ja, ik kan ook wel even hier wachten. Dat hoeft niet. Ja, sorry, we kunnen het hier niet gezelliger maken. Wat is er gebeurd? Je ziet het. Ik ben gearresteerd. Je broertje wordt het land uitgestuurd. een goed moment om eens met elkaar te praten. Wat had jij te bespreken met Vitti? Wie Vitti, die ken ik niet. Hou op met dat gezeik. Zijn naam stond in jouw agenda. Vitti. Oh, ja, die heb ik een keertje doorgekregen van een collega. Volgens Harry had je 3 dagen geleden een afspraak met hem. Gaat er wat rinkelen? Shanti. Zeg het hem. Nou? Misschien dat ze ons willen helpen als jij mee wil. Ik ben onder druk gezet. Chanteer. Ik moest Harry uithoren over zijn werk en wat er op de unit gebeurt. Ik had geen keus. Dit is al de 2e keer dat je me hebt belazerd. Jij hebt dus al die tijd geweten wat je van plan was. Nee, dat is niet waar. Shanti. Wat heb ik jou gedaan dat ik dit verdien? Hij zei dat Vitti me zou helpen met Roy. Wie? Een bleke man met lichtblond haar en hij had een litteken op zijn hand. Van Dalen? Nee, ik weet niet hoe hij heet. Hij zei dat Vitti Roy een verblijfsvergunning zou bezorgen. Dus alles wat ik zei, heb je doorgebriefd? Harry, ik kon niet anders. Het spijt me. Ik kan het niet geloven, Shanti. Ik kan het niet geloven. Als je meewerkt, hebben we een deal. Oké? Maar doet er maar een kopje thee. Uitstekend. Zo, daar ben ik dan. Hier ben ik. Goedemorgen. Wat een plezierig toeval. Wij verzoeken u rustig met ons mee te gaan. Dit is een misverstand. Ik dacht het niet. Maar wat is dit voor een waanzin? Kan een mens niet even rustig ergens een kop koffie gaan drinken? Ja, maakt u het zichzelf vooral moeilijker dan nodig is. Dan zal ik jou eens wat vertellen, jij onbeschofte vlegel. Ik weet niet wat jullie bezielt, maar ik ben hier niet in overtreding, dacht ik zo. Wat is de reden van jullie stupide optreden? Dat u bij mevrouw aanschuift. Zo wat? Ze ziet er leuk uit. Dus had er kennelijk geen bezwaar tegen. Dus laat me nu verder met rust. Kent u deze meneer? Meneer Zwart. U hoort het. Gaat u nou maar rustig met ons mee. Hm? Dit is een hele domme vergissing. Ik zeg niks voordat ik heb gesproken met mijn advocaat. We hebben reden genoeg om u 6 dagen of langer vast te houden en te verhoren. Flauwekul. Op grond waarvan? Medeplichtigheid aan strafbare feiten. Dat is toch veel te vaag? Dat zou u moeten weten. Wij willen u horen over een paar zaken. Helemaal niet. Ik eis dat jullie mij onmiddellijk laten gaan. Er zijn belangwekkende getuigenverklaringen, meneer Zwart. Dan moet u mij vertellen waarvan u mij van denkt. Oh, dat leest u in het procesverbaal. Zal ik meneer even naar zijn hotelkamer brengen? Deze kan opgaan. El Condor! Wat? El Condor. Ik weet het wachtwoord, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Hoezo? Wat zou het zijn? Dat is een goede vraag. Vrachtschip? Ja, of een watervliegtuig. Of een groot helikopter kan ook. Of een plaats van bestemming. Ik eis onmiddellijke invrijheidstelling van mijn cliënt. En ik teken protest aan tegen deze ongeoorloofde en onverkwikkelijke handelswijze. De zaak is rond, meneer Den Dolder. Heer Zwart kan gaan. Denk je dat het werkt? Ik weet het niet. We zullen zien. Ik ga eens naar Brussel. Brussel? Ja. Van Dalen is gevlucht naar België. Irina Breitner woont in België, in Brussel. Zwager kwam veel in Hotel Metropool, ook in Brussel. Reden genoeg om daar eens rond te kijken. Alleen maar kijken? Nee, ik ken daar iemand bij de Rijkswacht. Die gaat alvast door de administratie van het hotel en de videobanden van de bewaking bekijken. Hij kent ook die Irina Breitner. En volgens hem heeft ze een vriend bij het Ministerie van Defensie in België. Ene Nijst. Zegt jou dat iets? Nee. Ik denk dat ik maar eens met die Irina Breitner ga praten. Daar heb ik jouw toestemming niet voor nodig. Hou er nou eens mee op. Iedereen is gefrustreerd, ik ook. Als we ons niet aan de wet houden, dan zijn we net zo bezig als de mensen die we proberen te pakken. En als je dat wil, nou, dan neem je maar een andere officier. Nee, natuurlijk niet. Maar Van Dalen is weg en die vinden wij niet terug. En voor de rest hebben we niks. Dat is onzin. Wie weet lukt het met Zwart. Of vind jij iets in België? En ik ga met Koops praten. Met toestemming van Bilderdijk? Ja. Ze lieten me zomaar gaan. Zomaar? Ja, zo gemakkelijk was dat. Als ze iets hadden gehad, hadden ze me heus niet laten gaan. Ze hebben de gok genomen en ze hebben verloren. Wat hebben ze gezegd? Helemaal niets. Het is wel een beetje ongeloofwaardig, vind je niet? En wat nu? Loop ze niet meer voor de voeten. Ik doe mijn best. Er staat te veel op het spel. Liefhebben de echtgenoten is beter dan gelijk hebben een promotie maken. Van alles een beetje. Hoe staan jullie ervoor? We doen nog steeds ons best. Nou, je ziet. Ik laat het ook niet afweten. Ik heb veel respect voor je, Ray. Respect? Dat is een mooi woord. Ik probeer mijn poten weer te gebruiken. Het kost me godsamme lazeren bloed, zweet en tranen. Hebben jullie die hufter al? Het is een kwestie van tijd. Want daar doe ik het allemaal voor. En wij doen het allemaal voor jou. En je geraai ook. Alsjeblieft. Oh. Het hok. Sorry, ja. Ja, dat ben ik. Zelfde creditcard, andere man. Wacht even. Ik schrijf het even op. Ja. Donkere haar. En een staartje. Pompstation Zeebrugge. En zijn creditcard. Nou. Ja, ja, dan boffen we. Dank u wel. Dag. Dag mevrouw Rieding. Welkom. Adrien. Mooi. Ja. Ja, paarden zijn mijn lust en mijn leven. Zeevier is mijn lieveling. Ziet u haar ogen? Hoe zacht. En hoe trouw. Meneer Koops, ik zou u iets willen vragen over iemand die u zou kennen. Ik heb geen geheimen. Althans geen geheimen waar u iets mee zou willen. Kent u de heer Van Dalen? Van Dalen? Van Dalen. Wie is dat? Dat is een grote blonde man met een flink litteken op zijn hand. Zou hier bij u op een feest zijn geweest? Nee. Het spijt me. Mevrouw Rieding, er komen hier zoveel mensen. Misschien was hij uitgenodigd door mijn vrouw. Of door een van mijn gasten. Dat zou goed kunnen. Ik heb hem nooit gezien. Is dit een verhoor? Als u het zo opvat. Het is een zware jongen. Reden te meer om hem niet te hoeven kennen. En de heer Zwart? Zwart? Ja, natuurlijk ken ik Zwart. Hij werkte vroeger voor mij. Hij heeft nu zijn eigen zaak. Hij is projectontwikkelaar. En hij doet het nog goed ook. Een alleraardigste man. Met het juiste zakeninstinct. Leeft zich uit in onroerend goed. En transporten. Wat is er mis met hem? Hij schijnt hier op een feest te zijn geweest bij u. Net als de heren Vitti en Zwager. Vanzelfsprekend. Dat zijn invloedrijke mensen. Mensen die hun contacten onderhouden, net als ik. De heer Zwager mis ik zowel als trait d'union naar de politiek als persoonlijke vriend. Tragisch, zijn zelfmoord. Het onderzoek is nog in handen van de Rijksrecherche. Ik hoop maar dat er snel iets wordt opgelost. En de heer Arts? Zeer invloedrijk. En ook een bijzonder geschikte man. Vreemd dat u zijn naam in één adem noemt met die Van Dalen. Mocht u ooit iets horen over de heer Van Dalen? Ik hoop van harte van niet. Dus hebben wij nu nog even de tijd om langs te gaan bij de Société Générale. Ik heb een afspraak gemaakt met de manager. De Nijst, die is nu onderweg naar de Duits-Poolse grens. Komt voor het eind van de week niet terug. Grootscheepse NATO-oefening. Ik zal zich daar waarschijnlijk wel amuseren. Dit is hem. Kabinetchef op het Ministerie van Defensie. Ernest Nijst. In gesprek met Armatov. Kijk nou. Dat is hetzelfde attaché-koffertje. Eindelijk iets van bewijs. Dat heet bij jullie informeel contact in de wandelgangen, geloof ik, niet? Mm-hmm. En hoe heet dat in Vlaanderen? Klappen. Ja, braaf. Bedankt. Die 5 miljoen in Nederlandse valuta zijn in oorsprong afkomstig van de Britse kanaaleilanden Guernsey. En de stortingsbewijzen? Van Guernsey naar Brussel en van Brussel naar Madrid. En van hieruit is toen een bankgarantie gestuurd naar een bank bij u. Merkwaardig is dat het onmiddellijk is teruggeboekt naar die bank op Guernsey. Dus naar ons idee is het niet helemaal volgens de regels gegaan daar in Madrid. Zo mocht het eigenlijk niet. En wat is dat dan voor bank daar in Guernsey? Een kleine privébank. Dat maakt me nieuwsgierig. Wij laten het uitzoeken. U krijgt zo snel mogelijk een overzicht. Dank u voor uw medewerking. Graag gedaan, heren. Hartelijk dank. Het is zover. Ik wil niet meer. En je zei dat je geen keuze had. Die hebben we nu allebei niet meer. En Roy? Je broertje is bij ons in goede handen. Ik doe het niet. Kan ik ergens mee van dienst zijn, alsjeblieft? Mijn naam is Talsma. Irina Breitner. Aangenaam. Hoofdinspecteur Klaas heeft mij bij u geïntroduceerd. Oh. Ik heb een paar vragen voor u. Als Nederlandse politieeenheid zijn wij uitermate geïnteresseerd in uw contacten met de Russische diplomaat, de heer Armatov. De heer Armatov is een klant. Hij verzamelt kunst. Kunst? Iconen. Ach, dat is grappig. Hoezo? Ten eerste is het in Rusland streng verboden om iconen uit te voeren. Ten tweede zou hij ze in zijn eigen land aanzienlijk goedkoper kunnen aanschaffen. Tenzij hij ze onder zijn diplomatenstatus het land uitsmokkelt om ze vervolgens aan u door te verkopen. Het gaat hem om oude iconen. Ik neem aan dat het winstpercentage voor u niet gering is. Hij heeft ook contact gehad met de heer Nijst. Ik vrees dat ik u over de heer Armatov weinig zal kunnen vertellen. En de heer Nijst? Uw minnaar? Mijn minnaar? Ja, kijk, er wordt zoveel geroddeld in België. De heer Nijst en ik zijn enkel goede vrienden, meer niet. En het contact van de heer Nijst met de heer Zwager? Zwager? Van der Molen. Ik ken de heer Armatov, zoals ik u reeds eerder zei, enkel oppervlakkig. En de heer Van der Molen heb ik nog nooit persoonlijk ontmoet. Mm-hmm. De heer Ruisdaal dan misschien? Heeft u nog een blikje alsjeblieft? Hoi, Lisa. Hi. Ik ben zo klaar met deze heer. Mm-hmm. Ik wacht. Oh, nee. Neem me niet kwalijk. Ga uw gang, ik heb alle tijd. Oh, ik kom alleen even zeggen dat ik heb gereserveerd voor vanavond. Voordat we naar het concert gaan. Jeugd. Lisa, excuseer me. Dat was ik echt helemaal vergeten. Ik had jou moeten bellen. Irina, ik zit met die dure kaartjes. Laat me niet zitten nu, hè? Lisa. Ik schaam me diep, echt waar. Hoe kan ik het nu goed maken? Ik kom hier speciaal voor jou naartoe. Lisa, ik vind een oplossing. Wacht even. Ik bel Jean-Pierre. Ja, maar dat heeft natuurlijk geen zin, want Jean-Pierre heeft het al gezien. Het is typisch iets voor jou. Dank je wel voor de verloren avond. Ja, excuseer me, maar ik weet het even niet meer, hoor. Ja, neem me niet kwalijk. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar... Oh, sorry, ik ben Talsma. Dag. Ik hou weliswaar niet zo van concerten, maar als ik nu eens beloof aangenaam gezelschap te zijn. Met Shanti? Ja, ik bel u op om te zeggen dat ik heb gehoord dat Zwart is omgedraaid. Wanneer en hoe? Hoe? Nou, na zijn arrestatie gewoon. Dus ze hebben hem ook weer zo laten gaan? Nee, in ruil voor immuniteit. Dat dacht ik wel. En om de boel te verlinken zeker? Dat hij voor de unit gaat werken. Wat heeft Zwart verder losgelaten? Dat weet ik niet. Naam, heeft hij namen genoemd? Nee, meer niet. Nee, laat maar zitten. Ik bel je nog wel. Heeft u alles op de tafel? Dank u wel. Is het echt zo erg? Laat ik het zo zeggen. Ik hou niet zo van middeleeuwse muziek met blokfluiten. Dat is wel heel Europees. Wat zit je te kijken? Ik probeer mijn beeld van je te vormen. Wat voor werk je doet. Je ziet wat er is. Dat vraag ik me af. Ik ben heus niks meer dan een gemiddelde werkende vrouw. Volgens mij ziet jouw wereld er heel anders uit. Echt niet. Alsjeblieft. Dank u wel. Een jonge vrouw die zich zo weet te kleden, die er perfect uitziet. Heeft geen tijd om het huishouden te doen. Exact. En waarom wil je dit eigenlijk weten? Belangstelling. Of is het geheim? Nee, wel. Ik hou me bezig met Europees en internationaal recht. Ik werk heel hard en ik heb nauwelijks tijd om... Tevreden? Begint erop te lijken. En jij? Oh, helemaal niks bijzonders. Ik dacht dat jij iets te maken had met de douane. De douane? Hoe kom je daar nou toch mee? Omdat je hier de mensen vragen stelt. Ik ben maar een gewone politieman. Ben je daar goed in? Ik verbeeld me van wel. En jij? Dat zou jij maar baas moeten vragen. En behalve onrecht heb je een stabiel privéleven. Als u de kans krijgt. Klinkt alsof je het voorbij hebt laten gaan. Ben je gescheiden? Heb je kinderen? Ja en nee. En jij? Nee en nee. Waarom lach je? Omdat ik het naar mijn zin heb. Ben jij altijd zo serieus? Ik ben een Fries. En Friesen hebben geen humor. Jawel, Friese humor. Het wordt link nu. Ik wil geen risico nemen. Wat moeten we dan doen? Code 4. Wat? Je hebt gehoord wat ik zei. Ja, ik zit hier vast. Ik kan hier nu niet weg. Dan zoek je maar een oplossing. Ja, jezus. Nou, dat weet ik zo gauw niet, hoor. Misschien dat we Dennis... Hallo? Met mij. Waar zit Dennis? Godverdomme. Nee, mijn batterij is leeg. Donder op, ik kom zo meteen wel bij je. Dennis? Met mij. Zwart moet worden omgelegd. Ja, thuis natuurlijk. Of wou je me eerst bellen omdat we eraan komen? Roberto. Ene Dennis is naar je onderweg. Hij heeft de opdracht Zwart te liquideren. Ja, we komen er nu aan. Dankjewel voor de gezellige avond. Ik zou het helemaal niet erg vinden als je nog even met me meeging naar boven. Nou, ik had met mezelf afgesproken dat ik dat niet zou doen. Ik bel je morgen. Ik bel jou. Daar hou ik jou. Staan blijven, handen omhoog.